Bij de vereniging Historisch Blokker zijn dit weekend tientallen kokers ingeleverd. Als tijdcapsule gaan ze de grond in en pas na 25 jaar worden ze weer geopend. Ja, ik heb een brief voor mijn moeder gemaakt. Ik vind het leuk als ze over 25 jaar of ze dat openmaakt. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik er dan nog ben. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En ik wens natuurlijk al het goeds. En ik heb er ingeschreven hoe ik ze nu zie. En dat ik trots op ze ben. En dat ik ze natuurlijk heel veel geluk wens. Ik heb 3 dochters. Van hoe ik denk dat mijn dochters dan in het leven staan. 4 kleinkinderen. Hoe ik denk dat het dan ongeveer zal zijn. Het blijft schokken natuurlijk, maar het is wel heel leuk om daarover na te denken. Muntjes van Wilhelmina en de Telegraaf van vandaag, dus het heden en het verleden. Er zit een brief voor hun voor later in, die ze mooi kunnen terugkijken voor, van mij en ook van hun vader. En zelf geluksmunten ingeraan. Ze hebben een schilderij geverfd. Hebben ook ingezield met een hand- en voetafdruk van hun. Ja, de meeste toch wel naar de toekomst toe, hè, wat ze verwachten van iemand. Ik heb zelf voor mijn kleinkinderen dan een koker gekocht. En hoe ik nu naar ze kijk, hoe ik ze nu beleef. Ja, en wat ik ze toewens voor de toekomst. Alle tijdcapsules gaan binnenkort de grond in, op een bijzondere plaats. Deze kokers die gaan in een betonnen bak. Die wordt ingegraven nabij het Beatle-monument, hier aan de overkant. En dat blijft dan 25 jaar in de grond. En dan halen ze het weer op. En dan zullen we het weten.